Studio 100 is een Vlaams productiehuis dat 23 jaar geleden startte met het iconische programma Samson en Gert. Intussen is het uitgegroeid tot een internationaal mediabedrijf dat instaat voor de creatie van tv-programma's, theatershows, films, pretparken, animatiereeksen en merchandising van onder meer Megamindy, Huis Anubis, Maya erbij, Heidi en K3. En dat alles doen we met een team van 200 mensen en een hoop freelancers. Mensen die allemaal hard werken, veel moeten werken, heel flexibel moeten zijn om dat allemaal gerealiseerd en rond te krijgen. Wij zorgen dus graag heel goed voor onze mensen. Zijn ook heel dankbaar als ze dat allemaal willen doen. En een van de dingen die we inzetten om onze mensen te soigneren is thema. Wij zijn als bedrijf uniek omdat wij echt doen wat we zeggen. Namelijk, ons human capital is ons belangrijkste goed en het wordt bewezen doordat we TMA inzetten voor elke werknemer van Studio 100. Elk van ons 200 werknemers heeft een TMA-analyse mogen invullen en zal hetzelfde traject doorlopen. En dat correspondeert met de passie, de gedrevenheid die wij hebben. Elk werknemer heeft hier ook een unieke job. Niemand voert hier exact dezelfde job uit, dus ik denk 200 mensen dit traject te laten doen en daar echt in geloven met de volledige passie en drive voor gaan, dat maakt ons uniek. Ja, ik ben echt wel blij met dat project. Ik denk dat we met z'n allen binnen Studio 100 heel dat traject hebben doorlopen. En daardoor ook merk je wel dat op het moment dat je die bijvoorbeeld de groepsessies had, dat echt leefde in het bedrijf. En dat mensen wel met elkaar daarover gingen praten. Ik vind ook dat ik voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, kan ik ook wel dingen terugvinden in de samenwerking met de mensen waarover dat je het hebt gehad. Vooral bijvoorbeeld een manier van communiceren met elkaar. Dat je weet van, ah ja, tegen die collega kan ik zo best iets aanbrengen. Of ook naar mezelf toe. Ik heb ook tegen al mijn collega's gezegd, want dat kwam heel sterk uit die analyse van, je moet niet tegen mij komen zagen, want zagen of zeuren of klagen, dat is echt iets waar dat ik niet tegen kan. En dat is wel zo. TMA is bij ons niet een losstaand project, maar is geïntegreerd in heel onze werking, in heel onze HR-werking en zit eigenlijk zowel bij de functioneringsgesprekken als bij de job descriptions, als bij het opleidingstraject. Dus het is helemaal verweven in onze werking. En het is ook niet een one-shot dat we één keer doen, maar we bouwen daar ook steeds op verder, ook in de komende jaren.